Dit is de tweede video waarin ik laat zien hoe je verschillende situaties doet voor het haken in de ronde met interwoven crochet. Dit is een situatie die niet expliciet in mijn e-books is beschreven, maar hij lijkt heel erg veel op wat in de eerste video gebeurt. Maar ik wil het je toch even laten zien, omdat het in mijn call ook terug gaat komen. En misschien heb je net even dat beetje extra hulp nodig. Ik ben alvast bezig geweest. De uitgangssituatie is hetzelfde als bij de vorige video. Je hebt met kleur 2, het wit, heb je de 8 losgemaakt en die gesloten in een cirkel. En alvast de eerste 4 lossen voor de volgende toegemaakt. Het is een stokje met de tussenlossen. En in kleur 1 heb ik alvast de 4 stokjes met een aantal hoekjes gemaakt. En ik heb het in de magische cirkel en ik heb ook alvast de markeerders op dezelfde positie geplaatst als bij de vorige video. En nu gaan we kijken hoe we met rij 1a verder gaan. En deze rij 1a die sluit op dezelfde manier als bij de vorige video. Dus dat is makkelijk. Want ook hier moet je kleur 2 naar de voorkant leggen. Dus het wit is kleur 2, dus die leggen we naar voren toe. En dan kunnen we de cirkel sluiten van kleur 1. En even kijken. Dan 1, 2, 3. En dan sluiten we de cirkel. 1, 2, 3, 4. Vast voor de volgende toer. En dan plaatsen we ook even de markeerder. De laatste markeerder. Dus hier is dat rondje en hier is die eerste deze stokje en dan doen we de markeren hier aan deze kant in. Alleen het rondje vast te pakken dus. Nou, dan kunnen we meteen verder gaan met rij 1b. Ik streep het heel even af op mijn tablet, zodat ik precies kan lezen wat we moeten doen. En in dit geval, ik zal deze markeren, we gaan nu met kleur 2 gaan verder werken. En in dit geval beginnen de instructies met het naar voren leggen van kleur 1. Nou, kleur 1 is ook dat, kun je onthouden, dat zit in het midden altijd, hier. Dus dan, ik zal nu even opzij leggen. Dus dan gaan we naar de volgende hoek toe. En dan is het voor 2 keer aan elke zijde. Dus dan gaan we weer herhalen wat we net ook al deden. We gaan eerst werken aan de de rechterkant van de rode markeren aan de voorkant 1, 2, 3, 4. En ik ga hier een klein beetje sneller doorheen, omdat je het net ook al hebt gezien. En even kijken, dus hier is de gele markeren. Hier. En dan pak je hier stokje aan de voorkant op. 1, 2, 3, 4. Dan werken we aan deze kant van de markeren. 1. En je kunt, als je dat wil,
kun je die markeerders weer verplaatsen naar de buitenste hoeken. 1, 2, 3, 4. Lekker aan deze kant van het groen. Tussen lossen. En dan zijn we weer bij de laatste hoek. En dan werk je dus aan deze kant van de markeerder. En ook, het heeft een neiging, dat eerste stokje hier, om een beetje te schuiven, hè, van die ring. Dus hou er even rekening mee dat je wel aan deze kant blijft werken. En dan 1, 2, 3, 4. En zoals je weet, met het werken van met kleur 2 kom je niet langs kleur 1. Dus dan kun je gewoon de ring sluiten. 1, 2, 3. Hier is mijn busje. Ik pak al een klein beetje van die andere op. En ik sluit mijn toertje. 1, 2, 3, 4. En dat was dan rij 1b. Oké, ik ga nu rij 2a laten zien. Ik ga je dat twee keer laten zien. Voor de twee verschillende situaties die je in mijn call tegenkomt. Eerst de eerste situatie. We gaan nu weer werken met onze kleur 1. Ik heb trouwens eventjes mijn markeerders ook eventjes buiten beeld verplaatst. Zodat de buitenste twee hoeken met elkaar verbonden zijn. Hoeft niet echt, maar dat kan je. Dus wat gaan we doen? We gaan in deze situatie, zegt het patroontje, dat je eerst twee keer aan de voorkant werkt en dan de hoek. Dus dit is de eerste keer aan de voorkant. Tweede keer aan de voorkant en dan de hoek. En dan drie keer voor aan elke zijde. Zie je ook weer, ik werk eerst aan de ene kant van de markeren. Aan de tweede kant, aan de andere kant van de markeren. Dus 1, 2, 3. Alle steken komen aan de voorkant in dit geval. Volgende kant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. En dan zijn we weer terug bij onze beginkant. En dan moeten we nog één steek aan de voorkant doen. En in dit geval staat er dat kleur 2 naar de achterkant moet. Nou, daar hing hij al fijn. Dus hij moet aan de achterkant. En dan kunnen we onze toer sluiten. Nou, ik ga je nu ook eventjes de andere variatie laten zien van kleuren van rij 2a voor het andere patroontje. Dus ik ga dit weer eventjes uithalen en nou, zie ik je dan weer terug. Oké, dit is voor het andere patroontje en die begint met voor en dan achter en dan de hoek. Dus in dit geval gaan we aan de achterkant werken. En aan de rechterkant van die rode markeren, dan een hoek, 1, 2, 3, 4. En dan is het voor de eerste volle kant achter, voor, achter, dus back, front, back.
achter, voor, oeps, even af en toe, want mijn garen is gesplitst door mijn toon. Even kijken hoor, ja. Voor en dan achter. Hier eerst aan de linker, aan de rechterkant van het gele markeren. 1, 2, 3, 4. En dan even kijken, achter. En dan werken we weer aan de linkerkant van de markeren. Achter. Voor. Achter, hier weer, eerst aan de achterkant, dan aan de voorkant, zo vouwen het gebied naar achteren toe, zodat het elkaar niet in de weg zit. Achter, en dan zijn we weer bij het paarse markeren gekomen voor de laatste hoek. En dan moeten we even kijken wat zegt het patroontje. We moeten nog één keer achter doen en dan kun je 2 naar achteren. Dus één keer achter werken. En hier moeten we de kleur 2 naar achteren leggen. Als het had gezegd naar voren, had het naar deze kant gemoeten, had je op deze manier je ronde gesloten. Maar in dit geval zegt hij naar achteren. En dan kunnen we 1, 2, 3 ons toertje weer sluiten. Dus dat was even in sneltrein tempo. Deze situatie die je tegenkomt, dus hij was niet zo heel erg anders dan de vorige situatie. Dus ik zal eventjes de markeerders eruit halen. En het eventjes laten zien nu. Zie je? Dus dan gaan we weer naar de volgende video's voor de volgende situaties.